Verpakkingsafval van plastic wordt voortaan om de anderste week opgehaald. Dit afval moet in speciale zakken worden aangeleverd. Deze zakken worden door de gemeente automatisch thuisgestuurd. Alles wat je in de supermarkt koopt, wat al dient als verpakkingsmateriaal, ik denk aan vleeswarenschaaltjes, broodzakken, boterkuipjes, flesjes, petflesjes, noem maar op, dat mag allemaal in de zak. Het plastic afval wordt op dezelfde dag opgehaald als het GFT-afval.